Ik ben Linde en samen met mijn collega's Angeline en Welmoet hebben wij een tuinderij, Tuinderij De Stroom. En wij telen op 3,5 hectare ongeveer 40 verschillende groentes. En die gaan met name in onze groentepakketten. En daarnaast verkopen we ook groentes aan winkels in de buurt. En we hebben een boerderijwinkel waar we elke vrijdagmiddag verkoop aan huis hebben. Toen we hier kwamen, toen konden we dus mee in de vruchtwisseling van de akkerbouwer. André heeft 100 hectare. En wij begonnen met 1 hectare. Het werd steeds iets meer, omdat we steeds groter werden. Nu is het 3 hectare. Door de jaren heen kwamen we wel achter dat sommige percelen ook toch minder geschikt waren. Dus sinds 2 jaar roteren we tussen 2 stukken. Het voordeel van werken met een akkerbouwer is dat we voor ons land klaarmaken. We dus niet zelf hoeven te ploegen of te bemesten en daardoor ook geen loonwerker hoeven in te huren, waardoor het land gewoon op een goede manier, zoals wij het willen en de akkerbouw het ook wil, geploegd en bemest wordt. We dachten eigenlijk van begin af aan, als André pompoenen teelt en uien en aardappels, dan hoeven wij dat niet te doen, want hij kan dat heel goed, grootschalig, efficiënt. Dus wij richten ons dan op de fijnere gewassen en de echte vers gewassen. We zitten nu samen op het bedrijf Lingel. Het is gewoon voor ons heel erg prettig, hè, want we hebben gewoon een mooie ruimte. We hebben een gezamenlijke kantine, we hebben een overdekte wasplaats. We hebben ook een tunnelkastje langs de schuur gebouwd. En voor anderen is het ook prettig, want er zijn mensen op het erf. Als er een bestelling is en er komt een vrachtwagen die moet geladen worden, dan zijn er soms wel veel handen nodig. En dan kunnen wij even bijspringen. Anderen vinden het zelf ook belangrijk dat zijn producten ook in de buurt worden vermarkt. En dat deel doen wij. We praten met elkaar, we inspireren elkaar. Op ons land hebben we akkerranden. Je ziet wel hier al die mooie zonnebloemen en allerlei verschillende kruiden staan erin. Die zijn ingezaaid door de akkerbouwer. Dat is een project van hem. Heel veel van zijn akkers zijn die akkerranden. Dat geeft ons op onze akkers heel veel natuurlijke vijanden voor alle insecten. Je hebt allerlei vogels. We hebben hier in Hemmen Hoogstam Fruit Hemmen project. Dat zijn 400 appelbomen, hoogstam appelbomen, oude rassen. Vroeger stond de Betuwe vol met hoogstambomen. Dat is allemaal gekapt omdat het niet economisch rendabel was. Hier in Hemmen zijn er weer 400 aangeplant om dat soort landschapselementen weer terug te brengen. En dat is ook van ecologische waarde. Er staan mooie heggen omheen. Er zijn vogelkastjes in de bomen gehangen. Mensen kunnen een appelboom adopteren. Dus dat houdt in dat ze voor €50 een boom mogen uitkiezen. Daar hebben ze het oogstrecht van. En wij bieden ze in het voorjaar een bloesempicknick aan. In het najaar hebben we dan plukdagen die we organiseren. Iedereen gaat dan plukken, ook weer met de hele familie. Echt ook een feest. Ja, dat is een ontzettend leuk project wat we met z'n allen doen. Dus zowel Tuinderij De Stroom, hè, ik en mijn collega's, als Ecoboerderij De Lingenhof. Als je een plan hebt en je wil beginnen en je hebt zelf geen grond, zou je kunnen proberen om bij landgoedeigenaren te informeren of bij akkerbouwers. Want er kan ook best een samenwerking ontstaan. Hè? Dus dat is in ieder geval bij ons gebeurd. Dat het niet een eenzijdig is van je pacht een stuk land en dat is het. Maar dat er echt iets ontstaat, dat je elkaar aanvult. Dat er zich nieuwe takken kunnen ontwikkelen. Waardoor het voor beide partijen gewoon een meerwaarde heeft.